Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Aantal zaken belemmeren goede voortgang binnen onderwijs. President Santokki naar Dominicaanse Republiek. Renovatie en bouwwerkzaamheden Amtswoning DC Saramaca verlopen vlot. En afsluiting Toerisme Maand 2023. Het nieuwe schooljaar 2023 tot en met 2024 is reeds van start gegaan. Met de constatering dat er een aantal zaken minder vlot verlopen binnen het onderwijs, als ook het tekort aan leerkrachten op de scholen, vormt dit een belemmering voor het optimaal lesgeven aan studenten. Op 3 oktober sprak de communicatiedienst Suriname met minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hierover. Wat betreft dus het aantal leerkrachten, het valt mee tot nu toe dat we weten dat op een aantal scholen een schaarste is van leerkrachten op een aantal gebieden. Daar bedoel ik vakleerkrachten, je kan ze opsommen naar talen, naar natuurlijk ook adreskunde, geschiedenis, wiskunde. En daar zien we dus een aantal schaarste en we hebben dus tegelijkertijd een aantal opties om mensen in dienst te nemen. Gelukkig is het aanbod er ook, waarbij we kunnen putten uit lokale mensen die we wat sneller in de benoemingsprocedure moeten zetten, zodat op die scholen waar wij tekorten hebben, we daar kunnen inlopen. Een aantal mensen vertrekken naar het buitenland of buitenbezwaar, die zaken heb ik ook wat gehoord. De exacte getallen van dat overzicht komt ongeveer zo medio deze maand tot stand, dat weten we precies. Maar nogmaals, het is beheersbaar wat dat betreft. Wat betreft de leermiddelen, is het zo dat wij al voldoende leermiddelen in huis hebben. We hebben nieuwe boeken gedrukt in België. De leerboeken die zijn onderweg, zeilende. Er is wat stagnatie in het schema, maar in de derde week is dat opgelost. En dat geeft geen frustratie direct op de scholen, omdat ze veel bezig zijn met herhalen van leerstof van het vorig jaar. En daar is de maand oktober vooral voor uitgetrokken, dus het valt mee. Derde, vierde week zijn we in staat om werkelijk die nieuwe leerboeken te distribueren en dat zal het meevallen. Dus op die twee vragen moet ik zeggen, het zijn een aantal beelden die men projecteert, maar wij hebben dat zaakje eigenlijk, nuanceren we dat van geen ongerustheid in die samenleving, maar we zijn in staat op termijn heel gauw de komende weken de zaak tot rust te brengen. Okay. Kijk, het is een extra vak bij de beroepsoriëntatie. De gedachte is dat we zoveel mogelijk mensen uit die arbeidsmarkt in die beroepen de echtheid laten demonstreren in de klas. Dus ik ga voor beide elementen. Eén is dat je een leerkracht hebt die de inleiding doet, gecombineerd met vakmensen uit de beroepenoriëntatie die de school bezoeken en vertellen over hun beroep. Het is een oriëntatievak waar jonge kinderen meer krijgen te weten hoe zo'n beroep in de praktijk werkt, wat komt allemaal bij kijken. Het is arbeidsmarktoriëntatie. En dat is precies wat wij proberen te beogen in leerjaar 10. Dat mensen dus, omdat ze straks voor de keuzes komen te staan, van wat ga je werkelijk de beroepsrichting op of ga je de academische richting op, dat ze een paar vakken extra krijgen. Het verrijkt hun met arbeidsmarktinformatie. En we hebben een aantal sectoren gekozen wat interessant is voor het kiezen van beroepen. En ik denk dat een aantal leerkrachten zich wat meer geroepen moeten voelen om dit soort zaken uit te werken. Je kan op twee manieren doen, door ook een mooie filmpje te downloaden over dat gebied. Of echt in die echtheid de mensen, en ik ben voorstander voor het laatste, roep die mensen vanuit de praktijk naar de school toe. Nou, wij hebben dus een aantal situaties gehad waar er een stukje onzekerheid bestaat bij de ouders vooral. Dat hun kinderen nog niet zijn ingeschreven. Ik wil ze geruststellen dat ons team enorm hard op dit ogenblik werkt om namelijk die achterstaande of de mensen die nog niet zijn geplaatst een plek te geven. Ik spreek ze direct toe. Ouders, maak u zich niet ongerust. Ik begrijp het. Ook ik zou in uw plaats me
zorgen hebben, maar we gaan met u samen proberen een maatoplossing te vinden. En we hebben hier, inspectie is bezig de laatste uren om zoveel mogelijk mensen te registreren, hun adressen, hun gegevens, zodat we heel één op één in staat zullen zijn weer terug te komen om de mensen gerust te stellen dat we een plek hebben gevonden. Het gaat niet vandaag of morgen, maar over een paar dagen. Maar als we voldoende de registraties binnen hebben, dan zullen wij gepaste plekken vinden. En natuurlijk heb je altijd een aantal gevallen waarbij die passende oplossing misschien minder goed werkt voor de ouders. We zullen blijven kijken hoe we hebben te maken met die afstanden. Hè? Het verschil tussen woning en school. We zetten ook zoveel mogelijk trajectbussen op, zover we kunnen. Om natuurlijk ook daar een stukje last en irritatie weg te halen. Dat de mensen in staat zijn vlot naar school te zijn en thuis te komen. Dus in het geheel zeg ik, niet in paniek raken, beste ouders. We zijn er voor u hier. De boosheid begrijp ik af en toe. Maar ik kan me voorstellen dat u gewoon even rust houdt en een beetje vertrouwen heeft in het systeem op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, waar we zoveel mogelijk gaan proberen een passende oplossing voor u en uw kind te hebben. President Chandrika Prasad Santokhi is op uitnodiging van zijn ambtgenoot Luis Abinader vertrokken naar de Dominicaanse Republiek. Het is de eerste keer dat een Surinaamse president dit land aandoet. Het bezoek betreft onder andere het versterken van de bilaterale samenwerking op verschillende gebieden, waarnaast ook regionale en internationale issues aan de orde zullen komen. Eerder dit jaar is de Dominicaanse minister van Buitenlandse Zaken, Roberto Alvarez, op bezoek geweest in Suriname. Het staatshoofd zal van 4 tot en met 8 oktober 2023 in het buitenland vertoeven. Namelijk het bezoek van mij aan de Dominicaanse Republiek. Het is ook een land in de Caribische regio, nog geen lid van CARICOM. Er worden pogingen ondernomen, al jaren, om ook hun tot geassocieerd lid te maken van CARICOM. Er zijn wat issues. Dat zal ook op agenda staan tijdens mijn bezoek. Maar aan de andere kant weet u ook namelijk dat de Dominicaanse Republiek direct grenst aan Haiti. Dus ook dat zal ook besproken worden. En inmiddels weet u dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties al goedgekeurd heeft, de resolutie. Dat er nu met een VN-missie, met VN-mandaat, opgetreden kan worden in Haiti. En al die zaken willen we in CARICOM-verband goed bespreken, in VN-verband goed bespreken. Kenia heeft de leiding als het gaat om de veiligheid in Haiti. En wij als regering, wij zeggen als land, wij zijn solidair met de wereld. Wij zijn solidair met de regio. Daar waar in de regio een land is waar er zoveel onrust is. En het gaat niet alleen in dat land blijven als er niet effectief opgetreden wordt. Het gaat uitbreiden naar andere lidstaten. En wij moeten dan met alle mogelijkheden die we hebben, met alle lidstaten, met alle landen in de wereld, effectief optreden. Effectief ingrijpen en Suriname zal ook haar bijdrage hierbij leveren, met ook fysiek aanleveren van veiligheidsfunctionarissen. Daarover worden nog gesprekken gevoerd, hoeveel dat moet, samen met alle landen die betrokken zullen worden. Maar tegelijkertijd gaat er een handelsmissie met ons mee. We willen de handel verbeteren. We willen de investeringen vanuit de Dominicaanse Republiek aantrekken. We willen export van Surinaamse producten stimuleren richting de Dominicaanse Republiek. En er zijn voldoende kansen. Dus ook heel wat investeerders en deskundigen in de private sector die gaan met ons mee. Daarvoor zijn ook afspraken gemaakt met de private sector van de Dominicaanse Republiek. En finally zullen er bilaterale meetings zijn met de twee presidenten, met het congres. Senaat ook van de Dominicaanse Republiek, met regeringsautoriteiten. En ik denk dat het goed is. En het zal de eerste keer zijn dat een president van Suriname een bezoek brengt aan de Dominicaanse Republiek. En uiteraard verwacht ook dat ook de president van de Dominicaanse Republiek richting Suriname dan gaat komen.
naar aanleiding van het start zijn voor de renovatie van de ambtswoning van de DC van Saramacca op 4 juli 2023, werd op dinsdag 3 oktober de stand van zaken betreffende de bouw- en renovatiewerkzaamheden van de ambtswoning besproken tijdens een bouwvergadering. De renovatie van de ambtswoning is de eerste fase van het project Tourist Information and Visitor Center te Groningen. CDS sprak de vertegenwoordiger van het directoraat toerisme van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, Siske Rama. Zoals bekend hebben we op 4 juli de bordonthulling gehad voor de bouw van of renovatie van de ambtswoning te Groningen. En elke maand hebben wij een bouwvergadering op locatie, dus Groningen zelfs. En dan zitten we met de aannemer en zijn team. We zitten met OW, we zitten met de architect, samen natuurlijk met TCT. De rondleiding had natuurlijk meer te maken met de stand van zaken, van wat ze tot zover hebben gedaan en wat ze dus van plan zijn te doen, wat de volgende stappen zijn. Men is helemaal op schema. We hebben dus uitgerekend 8 maanden en het werk van 2 maanden hebben ze in een maand gedaan. Dus we hebben wel een voorsprong, om het zo te noemen. En ik denk dat het weer natuurlijk ook met zich meewerkt, dat het wat vlotter gaat. Dus we zijn dik tevreden met wat de aannemer en de architectuur tot zover, wat ze tot zover hebben verricht. Dus ik begreep ook net tijdens de bouwvergadering dat er wat issues waren met de eerste team. Ze hebben die vervangen. Het zijn mensen die allemaal werken, dus op den duur. Hebben ze met iemand met een ander team gewerkt. En ook wat afvalwerkjes dat op het terrein nog bleef hangen. Maar inmiddels is dat ook al verwijderd door de DC. En dat heeft een andere bestemming gehad. Dus zoals gezegd, het zijn geen problemen die niet opgelost kunnen worden. Dus het verloopt wel vlot. Ze zijn gestart, dacht ik, in eind mei. En 8 maanden van eind mei is dus wat er is berekend, dat het geleverd moet worden. Maar als ik kijk naar de wijze waarop er wordt gewerkt, zitten we zeker binnen 6 maanden rond. Het directoraat toerisme is bezig om in alle districten willen zij natuurlijk een Tourist Information and Visitor Center neerzetten. We zijn begonnen met Saramacca. Binnenkort starten we in Koroni met een Tourist Information Center. En daarna Atjoni gaat er ook eentje komen. Dat proces is nog gaande. Maar nu is de Saramacca, willen wij de ambtswoning helemaal omtoveren in een museum. En daaromheen komen er cabanas, een beetje à la Wakapassi. Er komt een kinderattractie, er komen toiletgroepen, er komt een stage, er komen cabanas waarin crafters hun waar kunnen verkopen. En natuurlijk de informatiecentrum voor het gebied zelfs. Ik zou willen zeggen, wat in jullie district komt, koester dat, maak er goed gebruik van. En als jullie natuurlijk iets willen doen op het gebied, dan kunnen ze zich aanmelden bij de DC om te kijken van wat hun bijdrage kan zijn. In het kader van de toerismemaand die van 1 tot en met 30 september duurde, werd deze succesvol afgesloten met het Suriname Toerisme Festival in de Prins Ballroom op 27 september. Het is de bedoeling dat het directoraat toerisme van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme middels verschillende activiteiten gedurende de maand september meer aandacht wil schenken aan het toerismegebeuren in Suriname. Wij voeren u terug naar de afsluiting van de toerismemaand. Toerisme is
een van de industrieën of eigenlijk ook aan tak de industrie waarbij iedereen aan bod komt. Hotels, restaurant, taxi, ijsjesman, bootsman, gidsen, koks, noem maar op. Allemaal even een brede. Zelfs de landbouwer en de leverancier van eieren en de leverancier van fruit en groenten. Iedereen kan hieruit meer en meer gaan verdienen. Maar we moeten met z'n allen eerst die lobby gaan hebben. Om kweka lobby gaan schrijven. En we mogen niet meer in hokjes denken. Als saamhorigheid samishiti dit jaar zo, het doet me bijzonder goed. Het is niet een jij en wij verhaal. Het is een ons verhaal. Na unutori nu om toerisme verder te gaan ontwikkelen. We zijn in 2020 gestart met een kleine, dacht ik, 40, 50 man. Moest ik op Wereldtoerisme Dag in zus en zo speechen. En ik dacht, waar beginnen we? Maar na 3 jaar ben ik bijzonder trots. Ben ik bijzonder trots. En niet alleen, maar met samen met jullie. Kijk waar we nu staan. Dankzij alle ondersteuning van jullie allemaal. Het geloof dat jullie hebben dat toerisme verder ontwikkeld moet worden. We hebben 93% regenwoud. Maar kon no bare wang. Laten we dat ook gaan kapitaliseren. Daarom met dat aan trots zijn en het samen doen. Al lobbygi akondre. Laten we toerisme gaan, verder gaan ontwikkelen. Het thema voor dit jaar is toerisme en green investment. En dat green investment, ano akraba story sami verter op 1 september, maar het gaat veel verder. Ik durf ook te zeggen dat we moeten die decade gaan hebben om toerisme zodanig te gaan ontwikkelen dat we uit ons hoofd gaan halen om meer en meer goud uit onze bodem te gaan halen en te gaan exploiteren. Misaptak na kan de agerswan drink. Want mensen verdienen veel meer aan goud. Maar wanneer de toerist vandaag de dag naar Suriname zal komen, dan zien we verschillende mensen hier. Maar aan de verschillende spadies van Muzmek toerisme, we moeten het samen doen. Het begint met de liefde voor jezelf, voor je omgeving. En totak stranang, dan gaat het niet meer om ons paspoort. Als je nou paars, zwart of donkerblauw paspoort hebt. Maar alobi zei abgi akondre. En dat we met z'n allen mogen geloven dat moeder Suriname, ik heb gehoord, het groene goud, maar die inheemsen, de oorspronkelijke bewoners, hebben altijd gesproken over Eldorado. En dit is naar Eldorado. Er is groen, er is geel, er is zwart, goud. Er is voor iedereen genoeg. Dus op deze dag van Green Investment, laten we werken naar een inkomensverdeling bij Alasma en Fenwandi Brede. Dat iedereen binnen de toerisme sector, dat we de handen in elkaar nog sterker gaan slaan. En dat volgend jaar cultuur moest de moro begin. Culinair moest de moro begin. Om de trots tapa doxa zou abi. Om de trots tapa afingi. Om de trots tapa pebrewatra. Want dat is waarvoor een toerist ook komt naar Suriname. Laat me jouw cultuur ervaren. Laat me jouw culinair ervaren. Toerisme biedt heel veel mogelijkheden, biedt heel veel kansen. Laten we met z'n allen als Sranamang en nogmaals, Sranamang niet op te maken met je paspoort. Als je een affaire hebt, een warmte zijn op Jaso, zijn je deel van alles, maar zijn ikonja, een warmte dat om Tjaren Gomorrow vara. Meteen een grantangi en een fijne avond. Gefeliciteerd, Suriname. Grantangi. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.